en 4 jaar geleden in Calgary 12e op de 1000 meter. Gestart. En Aftek, ja, ze moet zo snel mogelijk bij de finish in te komen. Dat is de enige opdracht die ze heeft. En daarna maar afwachten of de tijd die zij gerealiseerd heeft goed genoeg is. En natuurlijk het nadeel van die buitenbocht direct bij de start. Maar ze doet dat wel hier heel goed, die buitenbocht. 200 meter tijd is een goede tijd. 18.58. Dat is 16e seconde onder het baanrecord van J dat op 1.23 staat. En dan nu naar binnen toe voor Christine Aftek. En dat is natuurlijk ook vervelend, dat als ze eenmaal op snelheid is. En hier maakt ze dan weer een kleine misslag vlak voor de binnenbocht. Het is er angst bij Christine. Als hij de bocht nu goed doorkomt, en dat doet ze. Ze heeft een geweldige voorsprong inmiddels genomen op La Puga. Dan moet dat toch goed zijn voor het zelfvertrouwen. De laatste ronde gaat in. Na een rondje van 30-4, na 49 seconden precies. En daarmee is ze 17e seconde onder het baanrecord van J. Onder de 1.23 dus. En dan hier twee armen los voor Christine. Ze komt hier altijd stuk te zitten op die 1000 meter. Hopen dat dat er nu meevalt en dat ze dat tempo hoog kan houden in die buitenbocht. Ja, dat is nadeel als je wat stuk komt te zitten, dat je dan die toch altijd wat lastige buitenbocht moet lopen. Maar ze komt er toch goed doorheen. Ze heeft een geweldige voorsprong op La Puga. En dat vind ik op zich al heel goed. En deze tijd, ja, je moet afwachten wat de rest doet. Maar ik vind het niet verkeerd. 1.22.60 is een tijd die naar mijn gevoel goed is te noemen onder deze omstandigheden op deze baan. En als je dan ruim 2,5 seconden sneller bent dan Elena La Puga uit Rusland, dan moet je absoluut zeggen dat Christine Aftek het zeker niet slecht heeft gedaan.